Dan is het bijna zover klaar. Ik begin het al een beetje te kriebelen. Sparta komende zondag. Ja, we hebben uh, helemaal sport uitgehaald, en dat is uh, bijna twee weken geleden. En uh, een week uh, rust afgeschakeld, fysiek en mentaal. En nu zijn we zelf aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen Sparta. Is dat niet uh, moeilijk, lastig, als ja, je ook even het goede woord, als je dan bijna twee weken stil ligt? Nee, het is juist goed om, om op het moment dat jij een succes hebt ervaren, en dat was eerst play-offs halen tegen Dordrecht, en daarna uh, door de wedstrijd tegen Sport te winnen, uh, de eerste ronde kunnen overslaan, dat je daarvan kunt genieten en echt eventjes afstand kunt nemen van. En we zijn deze week weer uh, volledig gestart met het, uh, met het vizier op Sparta je nou nog iets aparts doen, een videoband in elkaar knutselen of iets doen. Om, ja, of is het helemaal niet nodig om aan te geven hoe belangrijk deze wedstrijd is? Nee, iedereen nee. weet hoe belangrijk deze wedstrijd is. Iedereen weet dat, dat elke wedstrijd belangrijk is. En iedereen nee. weet dat wij een uitstekend uh, uh, schuine streep, fantastisch seizoen hebben gedraaid. Dus we hoeven daar geen uh, rare fratsen voor, uh, voor uh, uh, uit de hoge hoed te toveren. Nee, we doen wat we doen. Uh, we zijn wie we zijn. We zijn een normale club met uh, normale spelers, met een normale staf. En we bereiden ons zoals altijd goed voor. Uh, dat sowieso op een hele belangrijke wedstrijd. Ja, maar doe je nou jezelf iets anders? Ben je thuis nou uh, gezellig of juist niet minder te genieten? Omdat, het, omdat er meer spanning bij komt kijken, of heb je niet het idee dat dit nu een andere week is dan een, gewoon een reguliere competitieweek? Nee, ik ben met name vervelend thuis en gespannen als wij, als wij geen resultaat halen. Dus ik ben dit seizoen vrij relaxed thuis. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, ja, Sparta heeft natuurlijk al in de competitie twee keer tegen gespeeld. Wat is nu echt de kracht van die ploeg? Nou, Sparta is uh, de beste ploeg in de, in de na-competitie die wij kunnen treffen. Het is namelijk uh, op FC Twente na de kampioen in deze competitie. En uh, dus is dat de sterkste tegenstander die uh, voor ons uit de hoge hoed had uh, kunnen komen. Nou ja, goed. Uh, we weten wat met name de kwaliteiten van Top Os zijn. met bal, zonder bal. En dat kan tegen elke tegenstander. Dus ook aanstaande zondag tegen Sparta Rotterdam weer. Met een uh, keeper uh, die. Uh, ja laat ik vaak op doel heb gehad, maar niet met Olij wat je misschien had gehoopt. Of is het verschil tussen Olij en Koeman zo klein, zo minimaal dat je zoiets hebt van ja met Ronald heb ik ook alle vertrouwen in uh, in de playoffs. Nou, Ronald heeft zich uh, uh, ontzettend knap hersteld van de eerste wedstrijd uit tegen Almere City en daarna heeft hij een stijgende lijn te pakken. En die stijgende lijn heeft hem uh, zelfs zo ver gebracht dat hij uh, tegen Helmond volgens mij uh, doelman van de week was. En dat uh, in de, in de Foerl International. En dat heeft hij echt uitstekend gedaan. Mentaal goed overeind gebleven, zich hersteld. En de ploeg met, uh, met knappe en goede renningen uh, in wedstrijden gehouden. Dus uh, Ronald doet het uitstekend. En wat dat betreft ben ik blij dat hij bij ons is. Dat hij bij ons kipt. En ik heb er alle vertrouwen in dat hij aanstaande zondag een prima wedstrijd kipt. Ja, het is een belangrijke plek in je team natuurlijk hè, Doelman. Dus uh, je zal wel uitgebaald hebben van de blessure, gok ik. Maar ja, je vertrouwen in de andere man, die, dat is er. Hè. Nee, dat is 100%. procent. En ik baal van elke blessure. Ik baal altijd als een speler niet inzetbaar is. Maar Ronald heeft aangetoond in die negen wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, dat hij dat goed kan en dat hij uh, hier op zijn plek is. En dat hij van waarde is voor het team. Dus dat gaat aanstaande zondag ook gebeuren. Morgen, Zwolle. Trainerscongres. Daar wordt de trainer van het jaar gekozen in de eerste divisie. Heb jij je je spits al af? <hijks Directory> Nou, die speech uh, heb ik niet af. En meestal uh, ben ik uh, uh, niet zo verlegen en uh, niet op mijn mondje gevallen als ik het een of het ander moet vertellen. Maar ik weet waar je op doelt. Uh, het, het is gewoon heel eervol om daarvoor genomineerd te worden, om daarvoor genomineerd te zijn. De beste trainer in de keukenkampioen-divisie in, uh, uh, in de huidige uh, voetbaljaargang. jaargang. Dus dat is mooi. Uh, dat is eervol. Dat is een directe bekroning en beloning voor mezelf. Uh, en indirect voor de overige leden van mijn staf, voor de spelers, voor de club. En uh, wordt toppenpas ook weer uh, positief uh, in het daglicht gezet. Dus de uh, medetrainers, de club, die ga je sowieso bedanken. Ik neem maar aan je familie, uh, dat, dat komt er allemaal hey, bij? Luister, uh, het is gewoon heel eervol. En, uh, en ik kan niet zonder mijn collega's en zonder mijn spelers en vice versa. En dat heb ik al heel het jaar geroepen, dat wij succesvol kunnen zijn als wij een team vormen. En de ene keer kan die uitblinken en de andere keer staat die in de schijnwerpers. Ja, morgen is er uh, een trainerscongres waar ik genomineerd ben. En uh, dat is nogmaals zeer eervol en dankbaar. En uh, ja, ik krijg uit, uiteraard de steun van mijn, van mijn vrouw, van mijn kinderen, van mijn ouders. Om uh, te kunnen doen wat ik doe. En uh, daarnaast uh, van je collega's en van je spelers. Volgens mij staan we al maanden bovenaan in de alle pols van het Songfestival. Dat gaan we waarschijnlijk winnen zaterdag, als ik de wijsneusen mag geloven. Heb je ook al een beetje gepeld? En jij ervoor staat morgen in de verkiezingen. Ben je ook een de topfavoriet? Nou, van allebei uh, de verkiezingen waar jij het nou over hebt. Of de festivals of de, de, de congressen. Het eerste heb ik helemaal geen, uh, geen kijk op. En uh, uh, nee, ik heb verder niets, uh, niets bij collega's gepolst of gekeken. Nogmaals, ik ga er naartoe. Ik vind het eervol. En uiteraard wil je, uh, uh, en dat is denk ik gewoon menselijk: iemand die een nominatie krijgt voor een prijs, wil ook graag die prijs winnen. En uh, uh, da da daar ben ik niet anders in. Nee, maar als je het een beetje inschat, ik weet dat je het er niet vaak over hebt, maar als je met de laagste begroting uit de eerste divisie ja, heel knap uh, zesde wordt, dan denk je wel een redelijke kans maakt toch? Nou ja, ik denk dat jij de spijker op zijn kop slaat. En uh, uh, als iedereen zo denkt zoals jij nu denkt en het zoveel wordt, dan, uh, dan kan dat niet fout gaan. Nou, oplinkt dan uh, morgen die prijs. Ja, en uh, aanstaande zondag van Sparta winnen en die woensdag erop ook.